Hi, welkom. Vandaag het bijzondere verhaal van Emma Filipov. Een Canadese jonge vrouw die inmiddels al ongeveer 7 jaar vermist is. Tot op heden is er nog steeds geen indicatie van wat er met Emma is gebeurd. Was het moord, zelfmoord, verdrinking of misschien toch iets anders? Wie zal het zeggen? Dus vandaag het bijzondere verhaal van deze vrouw. En zoals altijd, genoeg geluld, laten we snel beginnen. Emma Filipov is geboren op 6 januari 1986 en had een hele prettige jeugd. Ze woonde in een klein gemoedelijk dorpje in Canada, waar ze samenwoonde met haar vader, moeder, 2 broers en 1 zus. Volgens haar ouders was Emma een rustig, maar opgewekt kind. Ze hield van creativiteit en dit uitte zich dan ook vooral in dansen. Ook schreef ze pagina na pagina vol prachtige poëzie en optimisme. Emma was een rustig meisje die haar emotie liever voor zichzelf hield. Ze gaf niemand toe tot haar diepste geheimen en zorgen. Die schreef ze namelijk van zich af in vele boekjes vol poëzie. Uiteindelijk kwam er een einde aan de zorgeloze tijd en de veilige thuishaven van Emma. Het huwelijk van Emma's ouders verliep moeizaam en Emma besloot niet lang na haar 18e verjaardag om naar het buitenland te vertrekken. In de jaren daarna verdiende Emma meerdere diploma's en werd de behoefte om contact te leggen met haar ouders en uiteindelijk huiswaarts te keren steeds kleiner. Emma had haar moeder al lange tijd niet gesproken, alvorens ze op 24 november 2012 ineens in tranen naar huis belde. Ze wilde na al die tijd toch heel graag naar huis komen. Ondanks dat haar moeder enorm blij was dat Emma terug naar huis kwam, had ze wel meteen door dat er iets niet helemaal klopte. Ze besloot meteen naar Emma toe te vliegen. En nu bleek het uiteindelijk zo te zijn dat Emma inmiddels naar Victoria was verhuisd in Canada en dat ze daar in een vrouwenopvang zat. Emma's moeder arriveerde op 28 november, maar Emma was ineens nergens mee te vinden. Nog diezelfde dag, 28 november in de ochtend, liep Emma de 7-Eleven winkel binnen, waar ze een prepaid creditcard kocht. Die avond is op camerabeelden te zien dat ze weer terug naar de winkel komt, maar dat ze deze keer een telefoon koopt. Als ze klaar is met afrekenen, heeft ze geen haast om weer naar buiten te lopen. Ze kijkt schichtig om zich heen en besluit dan uiteindelijk de straat op te lopen waar ze een taxi aanhoudt. Al snel nadat ze in de taxi is gaan zitten, gaat ze er weer uit. Ze zou dit hebben gedaan omdat ze naar eigen zeggen niet genoeg geld zou bij hebben gehad. Emma stapt uit en loopt een stukje over de stoep, naar een zebrapad. Emma heeft op dat moment geen schoenen aan en bevindt zich voor het Empress Hotel. Van een afstand ziet een kennis Emma bij de oversteekplaats staan. Hij houdt haar een tijdje in de gaten en ziet dat ze heel erg bang om zich heen kijkt. De jongen loopt naar haar toe en vraagt of alles goed is en of ze misschien gevolgd wordt en waarom ze zo schichtig om zich heen kijkt. Emma zegt dat alles goed is en dat ze niet gevolgd wordt, maar de jongen vertrouwt het niet helemaal en belt het alarmnummer. Niet veel later komt de politie om met Emma te praten. Ze verzekert hen echter dat er niets aan de hand is en verdwijnt niet veel later in de nacht. En helaas is dit ook meteen de laatste keer dat Emma gezien is. Emma's rode Mazda is later door politie gevonden op de parkeerplaats van Chateau Victoria. In de auto lagen behoorlijk wat belangrijke spullen. Denk aan haar paspoort, bibliotheekkaart, digitale camera, kleding, een kussen, sieraden, laptop en een aantal recent geleden bibliotheekboeken. Maar verder is er nooit meer een spoor van Emma gevonden. Tot op een week later na haar verdwijning. De prepaid creditcard die Emma had gekocht, wordt ineens mee gepind. Uiteindelijk blijkt haar kaart door een man te zijn gevonden. En na een polygraaftest wordt hij al snel van de verdachtenlijst afgestreept. Maar nu, wat is er nu precies met Emma gebeurd? Het dagboek wat ze trouw iedere dag bijhield, kan ons ook niet echt uitsluitsel geven. Deskundigen hebben haar manier van schrijven bestudeerd en daaruit blijkt dat er geen indicatie is dat Emma gestalkt of achtervolgd werd door iemand. Een aantekening hierbij is dat de deskundige het idee had dat Emma wel depressief was, maar dat er verder geen indicatie was dat ze suïcidaal zou zijn. In 2014 lijkt er een doorbraak in de zaak te komen. Volgens 2 eigenaren van een winkel in Vancouver was er een random man de zaak binnengelopen met een poster van Emma in zijn hand. Op de vraag wat hij met die poster deed, antwoordde hij: Emma is niet vermist. Emma is mijn vriendin en ze wil niet huiswaarts keren, omdat ze een hekel aan haar ouders heeft. Ondanks dat de man duidelijk op de veiligheidscamera's te zien is, is hij nooit geïdentificeerd. Ja, naar mijn idee is het echt een heel erg bizar verhaal en tot op heden is dus niet bekend wat er met Emma gebeurd is. Misschien heeft ze er wel zelf voor gekozen om te verdwijnen en een soort nieuw leven op te starten ergens in een hutje op de hei of zo. Of misschien is het toch een ongeluk of iets ergers geweest. Het is hoe dan ook natuurlijk super heftig voor zowel Emma en haar nabestaanden en vrienden.
Voor nu ga ik in ieder geval een linkje in de beschrijving plaatsen naar de website die over de zoektocht van Emma gaat. Je weet het natuurlijk maar nooit. Ook wil ik je weer bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het interessant vond, dat je misschien weer iets van hebt geleerd. En dan zie ik je de volgende keer weer. Vergeet trouwens niet te abonneren als je meer van dit soort video's wil zien.